Dus de hoofdverdachten van deze aanslagen hebben een straf te horen gekregen van 40.000 jaar. Waarvan ze er in elk geval 40 zullen moeten gaan uitzitten. Dus die 40.000 jaar is zeg maar symbolisch? Nee, als deze verdachten overleden zijn, dan moeten ze nog 40.000 jaar in een cel blijven liggen. Maar niet heus. Natuurlijk is dat symbolisch. Jongen.